We zitten met mevrouw Jennifer van Dijk Silos en zij is juridisch adviseur. En met haar gaan we het hebben over de brief van het ministerie van Bibis, die onlangs is gelanceerd, waarin zij mensen die niet gevaccineerd zijn toegang tot hun gebouw weigeren. Mevrouw van Dijk Silos, is het ministerie van Bibis bij deze goed bezig met deze stap die ze hebben ondernomen? Laat me niet zeggen dat ze verkeerd bezig zijn. Het is hun goed recht om te proberen om zoveel mogelijk COVID-19 besmettingen te voorkomen. Waarin het dan precies zit, zijn die rigide maatregelen, die rigoureuze maatregelen, die zijn voorgesteld. Een uitgangspunt is, je komt niet in mijn gebouw, je komt niet op de werkvloer, als je niet gevaccineerd bent volledig. En als je niet gevaccineerd bent of onvolledig, moet je ook nog op eigen kosten een PCR-test gaan doen. En dan moet je tonen dat je negatief bent en daarom mag je komen. En als derde, als je geen van die twee voorgaande punten, voldoet, dan boek ik dat als onwettig verzuim. Nou, als je naar dit soort maatregelen luistert, die per 4 oktober in zullen gaan, volgens de circulaire, dan betekent het simpelweg dat de overheid haar eigen rechten, dat de rechten van dit land, met hun voeten betreedt. Het is namelijk onmogelijk om de mensen te dwingen om te vaccineren. Er is een vaccinatiewet van 30 jaar geleden, waarbij we die kleine kinderen tegen bepaalde ziektes moeten vaccineren. De vaccinatie van COVID-19 is nergens opgenomen. En verder is het ook nog zo dat aangetoond zou moeten worden, vind ik, dat als je gevaccineerd bent, je inderdaad veilig bent. Ook dat klopt niet. Dat is ook een grove leugen. Zelfs de WHO geeft aan dat gevaccineerd zijn tegen COVID-19 geen garantie biedt dat je niet besmet raakt of dat je niet ziek wordt. We weten allemaal, er zijn gevallen. Hier in Suriname verdoezelt men cijfers, dus ik kijk niet naar de cijfers van Suriname. Buitenland is er opener over, vandaar dat Astra ook dan ook eigenlijk niet meer mag hier en daar in het buitenland. En geeft gewoon aan van mensen die volledig zijn gevaccineerd, Israël heeft er heel open over gedaan. 90% van de bevolking daar was al gevaccineerd, volledig met Pfizer. En toen bleek dat ze immuniteitsproblemen hadden. En dat gaf aan dat je dan toch besmet kan raken. Net zoals de niet gevaccineerden besmet kan raken. Dus die hele theorie van de werkvloer is veilig als mensen gevaccineerd zijn, dat is een grove leugen. Het is een grove leugen van de overheid. Grove leugen van Bibis. Mensen dwingen om een test te doen wat vreselijk ongezond is. Je kan niet ieder ogenblik met een stokje iemands neus gaan riemelen. Met alle gevolgen voor hersenen. Vliezen kunnen doorbreken, dat is ook al gebleken. En de stok kan soms bij een ruwe afname van slijm kan een vlies doorbreken. Het gaat door naar je hersenen. Het is ook al in het buitenland. Mensen moeten maar gaan leren gaan googlen en hun informatie halen. Want in Suriname ga je in de mainstream media niets vinden. Hierover het lijkt alsof er een censuur is waar we niets over weten. En maar je kunt het zelf zoeken. Mainstream media hoeft het niet voor je te presenteren. Je kunt zelf op pad gaan. En verder zegt dat ding, die circulaire, sorry dat ik dat ding zeg. Verder zegt die circulaire dat je onwettig verzuimd hebt. En je vraagt je in godsnaam af hoe het ministerie Bibis daaraan komt. In de eerste plaats zeg je, de mensen mogen niet komen. De mensen voldoen niet, als ze niet voldoen aan de punten die ik aanhaal. En als je niet voldoet aan die twee voorgaande punten, dat staat in punt 3. Dan wordt dat geboekt als onwettig verzuim. Dat is compleet in strijd met de personeelswet. Het is in strijd met de personeelswet wanneer jij zelf zegt je mag niet komen en je boekt me als onwettig verzuim. Je hebt een toestemming gegeven om niet aan het werk te komen. En deze dingen maken me altijd heel erg boos. Zeker wanneer de regering zelf,
die de rechtsstaat moet behouden, zelf die rechtsstaat vertrapt. En het dan ook met veel bravoer doet. Het is onmogelijk dat dit kan. En ik heb er een uitgesproken mening over. Welk beleid je ook wil voeren, je zult rekening moeten houden met de grenzen van de wet. En als je geen rekening wil houden met de grenzen van de wet, mag je, vind ik, de gewone burgerij ook niet kletsen dat ze zich aan de wet moeten houden. Want jij bent een rolmodel als regering. Jij zult dus, vind ik, de rechtsstaat moeten waarborgen. En niet steeds met draconische maatregelen komen die de rechtsstaat vertrappen. Dat is mijn eerste reactie daarop. En het ministerie van Arbeid had ook aangegeven dat mensen niet, werknemers niet gedwongen mogen worden te vaccineren. Het ministerie van Arbeid heeft het niet tot haar collega's gehad toen ze dat zei. Ze heeft het aan het bedrijfsleven gezegd. Maar dat geeft wel aan hoe dubbel op die regering is. Aan de ene kant heb je Arbeid die zegt ik waak over de rechten van werknemers. En dan heb je een ministerie van Bibes die zegt ik heb een lak aan die ambtenaar die bij mij werkt. Ik heb lak aan alle internationale verdragen. Want volgens het verdrag burgerlijke en politieke rechten is het recht op lichamelijke integriteit onvervreemdbaar. Je kan het niet aantasten. Je kunt mensen niet verplichten om medische experimenten te ondergaan en of behandelingen. En zolang deze vaccinatie een experiment is, only for emergency cases, zoals de WHO dat zegt, kun je mensen niet gaan verplichten om zo'n experiment te ondergaan. Ik vind persoonlijk dat als vaccinatie helpt om te voorkomen dat je de ziekte krijgt, dan moeten mensen zich vaccineren. Vandaar dat ik zelf ook gevaccineerd ben. Maar ik ben gaan vaccineren met de vaccinatie die ik vertrouw. En ik vertrouw Sinopharm omdat het ouderwets is. Niet omdat het van de Chinezen komt, maar omdat het op de traditionele manier is gemaakt. Dat is de vaccinatiesoort die ik gewend ben. Vanaf ik kind ben, tot groot ben. Ik neem om de 10 jaar een gele koortsvaccinatie bijvoorbeeld. En ik vind die vrijheid moet je mensen laten. We hebben nu eenmaal Sinopharm in het land. Je moet het ze laten, ze moeten vrij zijn. Het is een onvervreemdbaar recht, het recht op lichamelijke integriteit. En dat moet je niet aankomen wanneer ik vandaag in Staatsnieuws lees. De president maakt bekend dat vaccinatie bewezen of verplicht wordt gesteld. Denkt de regering dat ze met koeien, ossen, schapen te maken heeft? Dat betekent niets anders dan die president bevestigt dat deze regering een medische discriminatie doet, een apartheid doet, want het is een vorm van apartheid. Mensen die niet gevaccineerd worden geweerd. Dus apartheid is segregatie. Dat bevestigt de president. En men denkt dat ze te maken hebben met koeien als schapen, door te zeggen, je moet een bewijs hebben, bewijs is verplicht. Wie geen bewijs heeft, is niet gevaccineerd. Daar gaan we even van uit. Dus die persoon wordt afgescheiden van anderen. Terwijl er geen reden is om dat te doen. Omdat de gevaccineerde even hard ook besmet wordt. En dat weet men. Drogredenen worden gebruikt om dit volk te knechten. Om dit volk te onderdrukken. En daar kom ik tegen. Ik erger me ook altijd als ze me antivaxer noemen. Ik ben geen antivaxer, helemaal niet. En als die andere vaccins mijn vertrouwen hadden, was ik al vanaf het eerste begin maanden geleden gevaccineerd. Maar ik had er geen vertrouwen in. En ik ben blij dat ik de vrijheid heb gehad om te kiezen met welk vaccin ik gevaccineerd wil worden. Wel, die vrijheid heeft ieder nodig. Is een mensenrecht, die vrijheid. Het is onvervreemdbaar. Die wetuitzonderingssituatie kan het ook niet aan de kant zetten. Want die moet rekening houden met internationale bepalingen. En BUPO-verdrag, dat is een verdrag dat echt te maken heeft met burgerlijke en politieke rechten, zo heet het. Maar het heeft te maken met mensenrechten. Wat is onvervreemdbaar? Waarop kan er een uitzondering komen? En pech voor de regering dat dit gedeelte onvervreemdbaar is.
En men moet nu maar gaan leren om in dialoog te gaan met mensen, om na te gaan hoe we binnen de grenzen van de rechtsstaat werkelijk iets kunnen construeren dat mensen gaan vaccineren. Maar dat doet men niet. Sorry dat ik het zeg, maar het is een gezegde. Ik heb het niet per se over de VIP, laat me dat direct zeggen. Maar als een olifant in een porseleinenkast gaat men tekeer in de samenleving. En ik wil het echt benadrukken aan de VIP'ers dat ik het niet bedoel als een VIP-sneer. Het is gewoon een legitiem gezegde in de Nederlandse taal. En dat wil aangeven dat mensen grof zijn, ruw zijn, geen rekening houden met andere hun gevoelens, empathieloos zijn, onbeschaafd zijn en maar doen wat ze willen. Dat betekent dat gezegde. En de minister heeft zich in de brief ook aangegeven dat hij zich dat hij deze stappen neemt op grond van een artikel dat aangeeft dat hij verplicht is om zijn arbeiders een veilige werk te bieden. En dat is ook weer een nonsensicaliteit. Artikel 1641 burgerlijk wetboek is niet geschreven voor de overheid. Is geschreven voor het bedrijfsleven. Sinds wanneer vallen de rechten en plichten van werkers van de overheid onder het burgerlijk wetboek? Of dan moet hij alleen met die arbeidscontractanten uithalen. Maar met de ambtenaar die zijn beschikking heeft, gaat hij niet kunnen uithalen. En laat me u wat zeggen. Ik heb een paar zaken gehad tegen Pacha Global. Waardoor ik weet dat de arbeidsinspectie het ontslag niet heeft goedgekeurd. Wanneer 1614-1 burgerlijk wetboek aan de orde was, dan had de arbeidsinspectie het wel goedgekeurd. Want de mensen brengen zogenaamd de veiligheid op de werkvloer in gevaar. Dus wat is hier daarvoor geschreven? Het is geschreven over arbeidsomstandigheden. Stel dat het in een fabriek is en er wordt met gasoline gewerkt. Zeg zomaar, jij zit je sigaret te roken, net bij de bron van. Is dat de reden om iemand op staande voet te ontslaan? Dat wordt bedoeld met veiligheid. En dat weet die minister ook. En zijn juristen die deze domme dingen schrijven. Het burgerlijk wetboek is niet van toepassing op ambtenaren. Ik snap de achterlijkheid niet van deze overheid. Ik snap niet dat ze niet naar echte deskundigen luisteren. Maar naar would-be deskundigen. Wanneer iemand de ambtenaar is, is het burgerlijk wetboek niet van toepassing op de ambtenaar, maar de personeelswet. En dat is wat ik niet snap. Het burgerlijk wetboek is voor het bedrijfsleven. Althans, die afdeling dat betrekking heeft op de arbeidsovereenkomst, is niet voor de overheid geschreven, is voor het bedrijfsleven geschreven. En niet eens dat weet men. En in zijn memorandum staat zoiets. En het wordt maar getekend. En het wordt maar rondgestrooid. Terwijl het vol juridische fouten zit. Laat men nu eindelijk echte deskundigen halen om ze te halen uit deze problemen. En de dingen goed te formuleren. Artikel 1641 is niet van toepassing op ambtenaren die bij de overheid werken. Het is van toepassing op werkers die bij het bedrijfsleven zijn. En het heeft het ook niet over niet gevaccineerd zijn. Het heeft over de feitelijke omstandigheden van de werkplek. Daarover gaat het. Wanneer het ging om de pandemie, om dat je gevaccineerd moest zijn, dat had arbeidsinspectie de ontslagen van Pacha Global goedgekeurd. Dus laat die best maar laten met zijn memorandum. En als een ambtenaar zich nu aanmeldt en hij wordt geweigerd het gebouw in te gaan en hij blijft voorin staan, kan hij nog geboekt worden als onwettig ambtenaar? Volgens de circulaire gaat dat gebeuren. Laat ze het doen. Er is nog altijd een hof van justitie voor de ambtenaar waar ze naartoe kunnen gaan. Laat ze doen. En ik ga mijn cliënten die zeggen, ga het gebouw bezetten. Dan komt het A-team op ze afgestuurd en dan worden ze eruit gerammeld. Nee, ik breng ze naar het Hof van Justitie. En zullen we zien of dat onwettig verzuim was. Bovendien mogen ze niet eens de poort in, hè. Het terrein mag niet betreden worden. Als ik me niet vergis, staat dat er. Dus ze mogen niet eens de poort in. Dan hoe gaan ze aanmelden? Laat die doen. Laat ze doen. Laat ze salaris inhouden op grond van onwettig verzuim.
Wanneer die ambtenaar versuft is, gaan ze alles kunnen doen. Mensen moeten weten wat hun rechten zijn. Laat ze de personeelswet gaan bestuderen. Dan zullen ze zien hoe krachtig en sterk ze staan met de wet in hun hand. En laat ze bewijzen, dat ministerie en alle andere ministeries met deze snode plannen, dat ze de rechtsstaat beschermen. Wanneer ze dit zo rigoureus doordrukken, dan hebben we geen rechtsstaat meer. Want de uitvoerende macht zelf betreedt die rechtsstaat met haar voeten. En wat, je hebt het ook gehad over een rechtszaak die er bij het Hof van Justitie, die de ambtenaar aangaat. Ja, kijk, de ambtenaar heeft maar één rechtsgang. En dat is bij het Hof van Justitie. Vandaar dat ik dat aanhaal. Wanneer het gaat om een salaris, onwettig verzuim betekent dat je het salaris kan inhouden, dan kunnen ze wel naar de kortgedingrechter. Het sluit het om het salaris te vorderen. En zo'n rechtszaak, als het bij het Hof van Justitie gaat, kost het ze geld en... Natuurlijk kost het geld. Tuurlijk. Waarom dingen gaan niet gratis? Wij moeten ook, wij bedoel ik de mensen die in de rechtspraktijk werken. Ja, maar hun moet niet verwachten worden dat ze dingen gratis doen. Hoe gaan wij leven? Hoe gaan we de IBS-rekeningen betalen? Hoe gaan we de werkers van ons betalen? Ja, die ambtenaren weten misschien als het duur is en als het lang duurt. Helaas kunnen we niet zeggen dat het kort duurt. Zaken bij het Hof duren erg lang. Er zijn allerlei redenen. Het is druk, te weinig rechters. Noem maar op. Er is geen aparte ambtenarenkamer. Dat is wel jammer. Dan zou het misschien sneller gaan. Maar als het gaat om de inhouding van het salaris, kun je wel naar de kortgedingrechter. En die gaat tegenwoordig redelijk snel. Dus in dit geval, als een ambtenaar wordt gestraft, dan kan het zijn dat hij zijn, heel snel dan wordt geholpen bij een kort geding. Heel snel betekent niet van dag tot dag. Nee. Heel snel betekent binnen een maand, 6 weken. En heeft u ook heeft u cliënten gehad die zich aanmelden in verband met dit soort type zaken? Dat ze worden geweigerd het gebouw te betreden omdat ze niet gevaccineerd dus zijn? Dus nu heeft, zijn er 3 geweest die mogen contact hebben over de circulaire. Ik heb ze wat advies gegeven wat ze in eerste instantie moeten doen. Dus ik wacht af en kijk wat dan verder gaat. Maar inhoudelijk diepgaand dat er al eentje is en ik al bezig ben met het proces, nee. Dat is nog niet gebeurd. Maar ik werd al vrij vroeg geïnformeerd. Ik geloof eergisteravond gingen de deuren uit of zo. En toen, ik heb een WhatsApp-nummer dat volgens mij heel Suriname kent. Omdat ik zeg, dus als minister is dat gebeurd, maar mensen moeten me kunnen bereiken. Dat is heel justitie, is het al wat dat betekent. 10 maal zoveel mensen weer. Dus mensen kunnen me makkelijk bereiken. En dat is dus ook gebeurd. En daardoor wist ik al dat dat speelde en heb ik wat initiële adviezen gegeven. En ik hoor dan wel hoe het verder gaat. Washenga pasa, chupoka pesi, chupoka baka modo awasa. Modo yana gimme, modo ifutu gimme. Modo lafu, modo dashi, modo ibaka gimme. Modo na bigi, bata ike tigili. Shimi ifutu boli wata, awe shigili. Dawe modo, dawe modo, dawe modo, dawe modo. Wambari teana, wogoluku na kulturu teifei, tam sabaka gang.
de Canada Peuang. Ja. Tijd voor het nieuws. Doorloek op je nieuws. Cultuur on Yunsu. Pas de vastraat is refbuntu. Undeba nieuw. Sadef Arkina nieuw. Cultuur on Yunsu. Pas de vastraat is refbuntu. Suriname is zo'n hele klan. Mako dep ti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, my efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wansoma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriyoul, ya fans of shini, esha idoule in distance of enemies, dambo taki, on the right place. Biggie, biggie, no. We go axa for luck if the low bubble late. We go arca problema for the smile in the wake and we leave it sweetie. So long as I pay you the West Wing committee. Yeah. Druk tap a link, make who stelling a praise. Sterker kan wel want United say way. We kunnen a gemeenschap, we doen we roko, maar dan a gereedschap. And we give Almighty thanks and praise tak. Tak in de wiki na we da eerste leesblad. We zijn beleefschat. Statistieken schrijven je overweeg dat. Ja, had je iets teken en je keel gaat. Biet qua door om iets gaat wat je weet dat. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te wanklari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ja we libu no prati, u ape in ei parki. We de tapastrati, ka kwanga i kragi. U de borei dwen, aksa falok fai kwanga de steiging. Efu vergelijk ding, u ababo weis dwen. For wasting, gonna blasting. A problem for follow na de staking. That make wet a mint a follow for de ta hasting. What up a weary come a for de coaches skating. E ukun up de thing. Day for its news. Sto look up chi news. Kulturu nyunsu. Pas de fastratis respuntu. Ude ba new. Sadef Arkina New Kulturu Nyunsu Pastefa Stratis Refbuntu.